Yo mensen, welkom bij een nieuwe community. Is dat weer die scooter? Ja. God dang it. Oh, fucking hell. We proberen echt al gewoon een half uur lang te beginnen. We hebben telkens een scooter bij meneer Colin. Hallo. En die zit hij niet bij mij thuis, maar in de straat. Nee, oké. Ja. Dat zou wat zijn. Ja, wat is hij aan het doen, die scooter? Ja, waarschijnlijk is hij eventjes aan het kijken, of met zijn vriendjes aan het kijken van hey mensen, kijk hoe snel deze ding is. En dan gaan ze zo... Nice. Heb jij een scooter of... Nee, niet echt. Nee, dus... Oh, dus de meisjes die komen ook niet echt naar jou toe? Nee, die moet ik altijd op de fiets ophalen. herkenbaar. Ja. Nou, ik ben blij dat ik nu een auto heb. Dat scheelt ook weer. Dat scheelt heel veel, ja. Maar ja, dat heb je niet zo snel op je 16e, hè? Nee. Al kan je wel met 16,5 kan je beginnen, toch? Met ben ik ook al. Examens. Oh, je bent al begonnen? Ja, ik ben al begonnen. Ik heb over een... hoeveel is het? Over een halve maand heb ik een theorie-examen en dan ga ik met mijn rijlessen beginnen. Oh, tof. En dan ben ik in juni 17 en dan mag ik afrijden. Maar wacht even, je hebt dus nu al je eerste rijles gehad of nog niet? Nee, nog niet. Mijn moeder is wat dat betreft een beetje raar. Die zegt dan van, ja, nee, je moet eerst moet je dit, je theorie halen en daarna gaan we dan pas mee beginnen. Want anders weet ik het wel weer, dan doe je er niks aan. Ja, is goed. Oké. Dus, nou, moeder van Colin, als je kijkt... Jojo, Gertje. Yo. Hey, jij was bezig met een nieuw huis of zo. Ik heb net mijn hele inventory leeg gehaald. En mensen denken van, hè Wouter, waarom doe je dat? Je bent zo'n rare vent. Maar wel ontzettend leuk. Maar Dat zeg ik alleen maar. Maar voor de rest. Nee, maar jij gaat verhuizen. Klopt. In ik ga vertrekken uit mijn wrecking ball. En waarom, denkt meneer Wouter? Nou, het komt... Die wrecking ball is allemaal hartstikke leuk. Zoals je ziet, hartstikke een mooi ding. Maar je moet de hele tijd een trap op. En dan ben je beneden aan het bouwen en dan moet je al je spullen weer omhoog halen, weet je wel. Dat is zo vervelend. Ja. Maar waar zit die trap dan eigenlijk? Die trap, die zit in de muur. In de muur. Even een voorstelronde, want ik kan me eventueel voorstellen dat misschien sommige mensen... Auw! Wat de heck? Mensen mij niet kennen. Ja, nee, dat kan inderdaad wel kloppen. Ja, nee, maar als ze echt gewoon... Weet je wel, voor 5 jaar in Azië zijn geweest ofzo? Dan lijkt het me enigszins wel duidelijk. Ik ben niet heel bekend, maar mensen weten wel, oh, dat is die gekke Duitser van precies. De Duitse community. Ja, dat ben ik dus. Herr Colin! Ook wel, gewoon aardig voor nu. Ik zal even mijn dingetjes uitdoen, misschien herken je me zo. Van Wie is de Mol kan je me herkennen. Je kan me overal van herkennen. En dat ben ik. Nou, ik denk dat mensen nu wel enig idee hebben wie ik ben, of niet? Ik denk het wel, want jij hebt zelf ook gewoon een YouTube-kanaal waar je community... doet daar... Community Craft. Ja, klaar. Ja. Jazeker. Het is niet zomaar Community Craft zoals ik doe, of meestal zoals ik zeg Community Craft. Nee, het is echt Community Craft! Fuck me, man. Ja. Hey jongens, welkom bij Community Craft. Community Craft. Nee, het is gewoon Community Craft. Maar ja, mensen snappen dat niet. Die denken, ik heb ongeveer 100 reacties gehad met het is met een C. En denk van, guys. Jongens, laat even een reactie op zijn kanaal achter. Wel even groetjes van Dodo doen, anders weet hij. Dan weet hij dat je een grapje maakt. Tenminste, inderdaad. Jullie maken een grapje, toch? Ja, ik hoop het. Anders wordt het minder. Ja. Goeie toei. Oh, het is wel mooi hoor, die wrecking. Ja, ik zit bovenin je wrecking ball. Ja, nee, ga maar rustig kijken. Ik bedoel, je kan hier prachtig van het uitzicht genieten. Oh. En ik weet niet precies wat het is, maar goed. Zoals je ziet, het is prachtig allemaal. Ja, zeker. Ja. En met vooral verre render distance kan je heel ver kijken als het minder mistig is als vandaag. Mm-hmm. Maar het mooiste uitzicht heb je toch beneden, denk ik, Wouter. Oké, kom ik naar beneden. Daar heb ik namelijk ook mijn chest room. Dus daar ligt al mijn zooi. En daar is het balkon. Dus daar kan je het beste kijken. En ik ga altijd naar achter, want ik ken mensen. Ja, ik heb laatst ook... Altijd. Letterlijk altijd. Als ik hier kijk, word ik altijd er vanaf geslagen. Ik hou er dus echt gewoon totaal niet van. Dat ga ik je eerlijk zeggen. Mensen gelukkig die maar. Dat doen, ik vind dat zo irritant. Het is niet grappig. Ik ben er echt dood aan. Ik weet niet wie het was. Batuwan was het volgens mij. Oh ja, Ik liet Batuwan mijn huis zien. En ik sta hier. En ik val er zo vanaf. Ik zeg, Batu, serieus? Het moest gewoon. Hij zegt, nee, dat hoeft helemaal niet. Kijk, ik lok dus. Het. Niet doen. Ja. Niet doen. Nee, ik dus zou niet durven. Maar goed, hier onder zit. Onder, toch? Ja, zeker. Je kan gewoon zo naar beneden springen zo. Oké. Dan moet je wel goed kunnen springen. Heel goed. En dan komen we hier bij het nieuwe landhuis wat ik ga bouwen. Ja, want hier was je mee bezig. Want ik zei tegen Collins van, ik heb echt even zin om op te nemen. Gewoon, weet je wel, zo'n standaard videootje. Maar ik heb niets te doen. Dus zei ik van, kan je helpen met bouwen? En ik zei, nee. Eigenlijk niet. Nee, ik kan niet bouwen. Nee. Oh, fijn, gelukkig. Ja, dus toen hadden we een ander plan. Ja. En dat was
Super slim. Want wij gaan alle spullen uit de wrecking ball naar beneden brengen. En dan denk je, ja, wat is daar het slimme aan, Wouter? Nou, het slimme is dat we al naar beneden zijn gesprongen zonder spullen. Wij gaan terug de boot. Oh my god, dit is echt een typische derp episode. Ja, dit is echt weer een... Dit had Ronald en ik kunnen beleven, echt waar. Ja, precies. Echt zo van die dingen, oh. Maar goed, het was wel leuk om eventjes de epische jump mee te maken. Ja, precies. Dus. Ik vind het wel waar dat als ik nou omhoog kijk, dat je dan alleen een onderbroek aan hebt. Dat vind ik wel even wennen, zo. Ik heb wel een ochtendjas erboven, dus dat valt nog mee. Ja, oké, maar... Van de volk had niet. Nee, inderdaad. Nee. Maar ik zeg altijd zo, alles wat leeft moet lucht hebben. Dat is helemaal waar. Dus nou ja, lekker je, hoe noem je dat? Ja, je sjaakje laten waaien, laat ik het zo noemen. Ja, doe ik ook. Ik heb ook nooit een broek aan tijdens de opnames. Fun fact, jongens. Ik zal je vertellen, dat heeft niemand. Van de community. Je ziet David altijd wel doodleuk zitten, maar hij heeft nooit een broek aan. True. En ook niet wanneer je bij hem thuis bent hoor, jongens. Ook niet, nee. Maar dan ook helemaal niks gewoon. Helemaal niet. Dan doet hij de deur op van, hey Wouter! Nog erger. Ja, en dan, nou ja, als je nog minder geluk hebt, dan is hij blij je te zien en dan is het helemaal geen feest meer. En dan is het net een klein schoothondje eigenlijk, die dan op je afkomt gerend en helemaal begint af te labberen. Oké, misschien ga ik nu wat te ver met mijn verhaal. Ja. Hier is mijn publiek niet aan gewend. Die denken dus van, waar heeft hij het over? Heeft David een hond? Ja, David heeft een hond. Ja, laten we het daarop houden. Weet je het nu, jongens? Ik ga even gewoon al jouw spullen pakken, want dat was de bedoeling, toch? Ja, dus, nou, merendeels ja. Als je me niet in de ene kist wel wat pakt, de andere kist niet. Gewoon, alles moet hier leeg. Kisten nemen we gewoon mee. En, dat was de verkeerde kist die ik kapot had gemaakt. Die had ik namelijk niet leeg gehaald. Oh, ik ben zo retarded, serieus. Heb je veel spullen, man? Waarom heb je 41 redstones comparators? Ja, dat weet ik nog steeds niet. What the fuck? Ik weet niet eens hoe ik eraan ben gekomen, laat ik het zo zeggen. Oké. Ik denk dat ik ze van hoe heet die gekke jongen? Edwin heb gehad. Edwin? Ja, die heeft alles met redstone. Ik ga alvast naar beneden trouwens. Ik ben nog van het leeg halen hier. Wee. Ik heb 57 kisten bij me. Dus dan kan ik beneden... Oh, damn. Ja, ik had ook weer een overschot aan kisten. Maar goed, ik zet beneden al even wat kisten in. Dan kun je daar je stuff in doen. Mijn stuff. Goed. Onze stuff is het nu geworden. Oké, nou dat was wel heel erg gefloten gelukkig. Precies. Oh shit, zombies! Waar zijn je zwaarden? Wacht even, volgens mij heb je wel een zwaard. Nee, in mijn hand heb ik die. Ja, oké, maar ik heb er nu ook een van je. Alright. Oh ja, die zwaard, die ken ik nog wel, ja. Daar heb ik heb namelijk een keer... Soort, oké. Ja, die graad ik daaraan ben gekomen. Weet ik veel, van David of zo? Nee, beter. Ronald was in de Nether. En toen besloot ik om een, hoe heet zo'n gast te slaan. Oh, zo'n Pikman of zo? Ja, dus toen zat alle Pikmans achter Ronald aan. En ik lach, jongen. De gast ik net, toen ging ik hem even door. Later, Ronald! En die hoorde Ronald, nee, niet doen! Dus wow, dat was echt een supergoeie impressie van zijn stem. Ja, en dan... Dat is echt goed. Waarom zo boos, zegt hij dan altijd. En dan ja. Heb je echt geen idee wat hij allemaal zegt. Want Ronald spreekt half Fries, half Nederlands, half Vlaams of zo. Niemand snapt Ronald. Zou hij echt Fries kunnen spreken? Dat weet ik helemaal niet. Friesland, boppen! Hey, it get on! Oh. Retards met de elf steden. Oh, shit. Oké, ik heb een creeper vermoord. GG. Maar oh, vermoord. Oh. Vermoord? Ja, nee. Goeie shit, Wouter. Ik laat ze niet exploden. Nou, je moest eens weten hoe vaak ik hier ben langsgekomen. Want deze lampen die staan, zijn dit gewoon lampen, hè? Die gaan aan als het dag wordt. Of als het nacht wordt, het licht is. Dat is super vet. Dat heb ik in David's episode gezien, volgens mij. Dat is echt ziek. Dat die aangaan. Dat klopt, ja. Ja, die heb ik zo gemaakt. En als het dag wordt, dan gaan ze uit. Mm-hmm. Als het nacht is, dan gaan ze aan. Maar waarom blijven ze niet gewoon de hele dag aan staan? Stop. Nou, die energiekosten die zijn zo hoog tegenwoordig altijd. Factureren zie je dat echt? Ja, echt serieus. David vooral. En Edwin. David. Echt. Ja, maar David is een geldwolf, hè? Dus ja, dat weet ik. Dat je probeert overal je een poot uit te draaien. Ja, maar hoeveel was jij dan kwijt voor je invite? Ik heb horen zeggen dat ik een van de hoogste was met mijn 400. Maar het kan ook, volgens mij heeft Edwin nog meer betaald. Dat heb ik inderdaad gehoord, ja. Dat Edwin voor 650... Zoiets, dan ben je ook retarded. Maar het is het wel waard op zich. Ik bedoel, dit dan wel uploaden op je kanaal, toch? Dus dan... Het trekt ook kijkers en daar krijg je nieuw geld van uiteraard. Want ja, wij verdienen nog een pakken met geld hiermee. Heel goed. Dodo. Fucking hell, man. Hoe kan dat nou? Ben je hier naar beneden gesprongen überhaupt? Ben je gewoon recht naar de trap gesprongen? Of ben je wel naar het water gesprongen? Nee, ik probeerde in het water te springen.
Nou, ik weet niet hoor, maar er hangt één moederneukende dikke waterstraal naar beneden. Dan moet je gewoon met een huppie in kunnen springen. Maar wat heb jij gedaan dan? Waar ben jij in gesprongen? Ik sprong van het balkon gewoon naar beneden. Ik dacht, fuck it, YOLO. YOLO, hey! YOLO! Nee, maar dat, dat is niet toegestaan eigenlijk. Ja, ik zie hier al mijn redstone liggen inderdaad. En mijn pickaxe, mijn monster. Onze. Ja. Zeg iets weer verkeerd. Echt. Wat we ook kunnen doen is gewoon Jurgen vragen of je de dode mensen gewoon weghaalt en hier weer heen verplaatst. Gewoon hier midden in ons huis zet. Ja, kan. Nee. Ja, maar volgens mij is Jurgen, die heeft nu ook een bord gemaakt waar je allemaal dingen kan aanvragen, projecten. Dus als je nog een cool landhuis wil, dan kan je dat ook aan hem vragen. Nee, maar het is natuurlijk de fun van het zelf bouwen, hè? Want ik ben niet begonnen met Emiel. Nee, ik ben alleen begonnen trouwens. En ik heb een lijkspijk of zo. Volgens mij valt bij Minecraft zo uit, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Minecraft haalt er even mee op, ik kom zo terug. Maar, zo onprofessioneel, ja. Ik kan me daar gewoon een beetje aan ergeren, weet je wel. Als mensen mijn episodes niet serieus nemen, omdat het niet op hun eigen kanaal is. Nee, maar ik ben ook gewoon een redelijk kleine YouTuber, weet je wel. Ik snap dit nog niet. Nee, precies. Hoe werkt Minecraft? Ja, ik bedoel, het is toch gewoon puur om de kijkers te trekken, dat Minecraft? Of hoe zit het? Ja, tuurlijk. Ja, gewoon voor het geld. Ik wou net zeggen. En Minecraft houdt er alweer mee op. Later, Wouter. Later, dude. What the fuck? Oh, mijn god. Jongen, ik wil trouwens, ik weet dat het echt overbodig is, maar we zijn echt veel aan het trollen deze episode. Die uitspraken die we doen. Ja. Het zijn grapjes, jongens. Please. Het zijn allemaal grapjes, echt waar. Ja, ik moest even nadenken. Ik had een episode opgenomen met Mitch, met Taboy. Ja. En ik zei dus iets over Batuan. Ik was met Mitch hierheen gegaan om dit leeg te halen om hier te kunnen bouwen. Mm-hmm. En toen zei ik dus, Brommer in de straat alweer, gelukkig. Ja, Brommert. Oh nee, wacht, laat maar, het is een Enderman. Enderman in je straat, wat de heck, man. Nou, Wouter. Nou goed, en ik zei dus, ja, Batuan wil er ook niet komen wonen, kutturk. Toen heeft op mijn filmpje, heeft Mustafa Demis Heroi, heeft gereageerd, de Q Colin, zeg maar, kutturk, jij bent fucking kut Hollander, afgelikte kaasboterham, kut Hollander. En ik zat echt vandaag op school, ik las die reactie en ik zat te huilen in de les. Ik ging helemaal stuk. Ja, het is wel grappig, want wij hebben ook onderling in de community, maken we zoveel grappen tegenover elkaar. Tegen elkaar, die gewoon sommige mensen die er niet bij horen, die je niet kennen, gewoon als puur kwetsend kunnen opvatten. Ja, klopt, ja. En ja, wij fokken er gewoon weer met elkaar. Ik ga nu echt die jump, sorry, ik moest even concentreren op de jump. Yes! Did it! Nailed it! Yeah. Nailed it! Ja, want je zeg maar ook tussen opnames door ofzo, we hebben natuurlijk allemaal Skype-conversaties. Nou joh. Wat daar ook allemaal gezegd wordt. Ja, echt, die hebben nog nooit zo'n groot onzingesprek gezien als een Skype-ding na de opname. Of, daarna of voor een opname. Tijdens zelfs. Ja, ook heel vaak. Ja, fantastisch is dat. Dat heb ik vooral heel veel met David heb ik dat. En met Ronald trouwens. En Arjan, daar loop je ook gewoon 3 uur mee door. Ja, precies. Ja, dat gaat wel lekker door, ja. Ja. Volgens mij zijn we wel aardig goed bezig met je Wrecking Ball. Ja, het begint aardig leeg te raken. En dan ga ik gewoon de toegang sluiten. Mm-hmm. Ik haal alle lampen weg en ik ga het gewoon te koop zetten. Te koop? Voor hoeveel? Misschien kunnen mijn kijkers bieden. Ja, dan moet je eerst een Minecraft-invitatie te vinden, hè? Hmm. Dat is de hele struggle. Dat is waar. Dus ik zet het gewoon te koop. Ik zet gewoon... dat kan ik ook nog wel doen. Ik kan gewoon een soort makelaarsbedrijf maken in het midden bij David, zeg maar. Ja. Dan gewoon leegstaande huizen, zoals die van Shaquille bijvoorbeeld, die gewoon verkopen. Ja, maar eerst pimpen, hè? Dan doe je ook nog wat, zeg maar. Dan neem je gewoon op hoe je het pimpt. Die van Shaquille heb ik helemaal zelf voor hem gepimpt. Ja, ik ben er nog niet geweest. Nee, ik heb hem nu ook dichtgegooid. Want ja, kom op. Het zag er niet uit zo aan mijn weg. Ah, ja, dat is waar. En waarschijnlijk betaalde die je ook niet of zo. Nee, dat is nog het ergste erbij. Het ergste. Ik sta me daar elke dag verdomme voor hem uit te sloven. En hij betaalt zijn fucking huur niet. Nou, echt, dan kan je van mij een hele grote beeld krijgen. Een beeld. Zo'n bochel. Oh, maar is dat chronisch of? Hoe sprak je? Chronisch? Ja. Wat? Chronisch? Oh! Chronisch is een chronische bult. Ik zat te denken aan Gronings. En ik dacht...
Komt die bult uit Groningen toevallig? Nee, Groningen is Friesland. Friesland. Nee, maar ik dacht van, is die bult Gronings? Ik dacht van, vergeet je nou de NG, de N bij Gronings? Nee. Maar nee, ja, Gronings. Nee, hij blijft voor altijd, ja. Dat ja, die Gronings bedoelde je zeker. Ja, klopt, ja. Ah, daarom. Ja, ik gebruik altijd medische vaktermen, omdat ik eigenlijk niets van medisch weet. Whatever. Leggen wij een nieuwe katheter aan met z'n tweeën. Precies. Nou man, ik heb... volgens mij zijn al je spullen weg. Ah, nou dan ga ik nog even de laatste dingetjes doen. Eventjes de lampen weghalen en alles uitzetten. Ja, dit voelt echt als een quest van help Colin met al zijn spullen naar beneden te brengen. Echt alsof het een soort van questgiver is. Dus, echt hè? Aangezien het een quest is, wil ik nu eigenlijk wel mijn reward. Oh god. Ja. Ik wist al zeker dat dit nooit voor free komt. Nee. Dat heb je goed gezien. Want ik weet precies waar al jouw spullen liggen. Ja, nou, nee. Gelukkig weet je niet waar mijn Diamundo's liggen. Nee, die weet ik inderdaad niet. Nou, want die liggen namelijk in mijn enderchest. Maar ik zal voor jou een flinke reward halen, ja. Herr Wouter. Jongens. Weet je trouwens dat ik heb Bedrock en Sponge. En wat kan je ermee? Ja, niks. Ja, nou, die Bedrock zou ik doodleuk binnen in David's huis kunnen zetten. Aha. Dat hij daar niet langs kan. Klinkt goed. Die Sponge, ja. Daar kan je gewoon helemaal niets mee eigenlijk. Kan je er niets van bouwen of zo? Nee, ik heb namelijk maar één blok Sponge. Oh. Hoe kom je eraan eigenlijk? Dat vraag ik me nog steeds af. Ik keek in mijn kist en opeens dacht ik, oh, Sponge. Sponge, ja. En dat was het dus. Oké. Nou, ik ben nu de laatste loodjes aan het leggen. Mm-hmm. Ik ben alle torches aan het weghakken uit mijn huis. En dan vertrek ik hier voor goed en staat dit te koop voor de volgende bewoner. Die hier zijn journey in wild vervolgen. Mm-hmm. Upgraderen wil ik zeggen, maar dat is gewoon upgraden natuurlijk. Ja. Overgraderen. Uitraderen! Uitraderen! Maar waarom was het eigenlijk een Wrecking Ball? Heb jij een passie voor Miley? Ben jij een ja. Miler? Ik ben een was dat een... Hoe noem je dat? Nee, geen Miley. Een soort Belieber, Miley Cyrus. Ja, noem... ja daarom. Een Smiler was het. Een Smiler. Is dat Smiler? Ja, want ze had zo'n ding. Zo'n album. Mm-hmm. Die heette Smile. Of weet ik veel hoe dat heette. Okay. En sindsdien noemt ze haar fans Smilers. Smilers. Oh, van Miley, natuurlijk! Mile, Smile. Hey. Yeah. Nou, Wouter, loop je met me mee, dan krijg je een reward. Ja, ik sta eigenlijk al klaar. Gelukkig. Ja, dan moet je wel even naar de ender chest. Okay. Ja, ik loop bij me. Ik loop bij me. Ja, shit. Wacht hier, dan dump ik even mijn shit nog. Mijn scheisse. Duurt lang. Mensen willen geen lange episodes. Oh nee? Willen ze dat niet, joh? Nee. Bij mij letterlijk wel. Ja, nee, bij mij ook eigenlijk. Nou, hou je kop dan. Jongens, ik doe dit voor jullie. Nee, ik moest hiermee komen, Wouter. Nee, ik moet hiermee komen, dus ik bepaal of wij dit lang of kort zullen uitvoeren. Ja, maar ik moet straks eten. Oh, dat is wel belangrijk. Nou, dan gaan we snel weg. Yes, let's go. Ik weet als geen ander hoe belangrijk eten is. Zeker voor mij. Dat, ja, nou, voor mij dan. Kijk, de zon komt op en de lampen staan nog aan. En zodra de zon op zijn middelpunt is, zullen de lampen uitgaan. Maar, ja, dat ruimt. Wacht even, moet die echt op 12 uur staan? Yup. Ik weet niet waarom dat is. Ik heb al geprobeerd om iets met delay te doen. Mm-hmm. Maar het wil niet werken. Hmm. Dus, ja, ik weet het niet. Crazy stuff. Crazy stuff, Conrad. Ah, dat mooie hartje dat ik in Joris' episode had gebouwd. Ja, het is prachtig. Prachtig, hè? Voor Ilse. Ja, wauw, dat je dat weet. Heb je de episode gekeken of zo? Nee, ik ben naar boven gelopen. Oh. Ik kijk nieuwsgierige man ben je ook. Ja, dat ben ik zeker. Als ik een raar figuur verschijnsel zie op de Community Craft server, dan denk ik van, hey, wat is dit voor verschijnsel? Wat is dit? Wat is dit, Conrad? Oké, Wouter, ben jij er klaar voor het? Yes, ik ben klaar voor mijn reward. Wat jij voor mij krijgt, zijn 3 Emeraldo's. Wow, dat zijn mijn eerste volgens mij. Een wat kan ik eigenlijk mee met een Emerald? Ja, niks, maar dat is gewoon leuk om te hebben. Ja, nee, ik ben ontzettend blij. 28 lapis lazuli. 28, ja. Nou, dat vind ik ook wel een goed getal. Chain chestplate. Oeh. Chain boots. Sexy. Een gouden helm met respiration 1. Oké. En hier komt echt de hoofdprijs hoor, Wouter. 10 iron blocks. Yay! Dan kan ik gear maken. Eindelijk.
Dus, ik dank u hartelijk. Ik ben een rijke nigger, dat weet ik. inderdaad. Met zijn badjas. Mooi, hè? Ik voel me wel echt zeg maar, zo'n pimp. Nee, niet zo'n pimp. Je weet al, Hugh Hefner. Ja, van de Play-Doh mensen. Die altijd zo door zijn dingen heen loopt. Yes. Precies. Wouter, dankjewel. Het was heel gezellig. En ik spreek jou later. Sluit jij lekker je episode af. Ik ga naar huis. Nee, later. Ja, nee, jij moet helpen met afsluiten. Ik doe het nooit alleen. Ik zeg omdat ik een beetje nieuw ben, weet ik niet precies hoe het is. Mensen, bedankt voor het kijken naar Dodo Games NL. Dat wil ik. Vergeet niet op het groene duimpje te drukken. Vergeet niet te abonneren op Dodo Games NL en Oude Mannen Dutjes Tijd. En dan spreek ik jullie volgende keer weer op Dodo Games en op Oude Mannen Dutjes Tijd. Dag. Tot ziens. Wee! Wauw!